Hyperventilatie betekent letterlijk verhoogde ademhaling. Bij hyperventilatie ademt iemand sneller en dieper dan normaal. De ademfrequentie is meestal hoger dan 20 keer per minuut. Acute hyperventilatie kan heel beangstigend zijn. Je hebt het gevoel alsof je niet genoeg lucht binnenkrijgt. Door de snelle, diepe ademhaling krijg je veel zuurstof binnen. Tegelijkertijd verdwijnt echter te veel kooldioxide uit het bloed. Door de veranderde chemische samenstelling van het bloed ontstaan klachten. De symptomen verschillen per persoon. Duizeligheid, flauwvallen, misselijkheid en pijn op de borst of in de buik zijn voorkomende symptomen. Ook tintelingen rond de mond en in de handen komen veel voor. Door paniek tijdens een aanval kan de ademhaling nog ongecontroleerder worden. Hyperventilatie kan zich voordoen in aanvallen en wordt vaak veroorzaakt door spanningen. Het kan ook optreden op grote hoogten, door zware inspanning, door paniek, lichamelijk letsel of door vergiftiging. Soms krijgt hyperventilatie een chronische vorm. Het lichaam staat dan voortdurend onder spanning, bijvoorbeeld door veel stress en te weinig slaap. Om een aanval van hyperventilatie te stoppen, is het belangrijk om rustig uit en in te ademen. Begin met diep uitademen. Adem daarna diep in. Het kan helpen om een papieren zak voor de mond te houden en daarin te ademen. Bij chronische hyperventilatie kan ademtherapie een oplossing op langere termijn bieden. Hyperventilatie is niet gevaarlijk, maar als je veel last hebt van aanvallen, is het verstandig om eens naar de huisarts te gaan.